In 2012 mocht ik Kamaretten presenteren. En op een gegeven moment stond ik in het prachtige oude Luxor tijdens de halve finales. En ik dacht, oh, zo'n mooie grote zaal, daar kan ik wel aan wennen. Nieuwe Luxor vond ik ook heerlijk. En blijkbaar hebben de mensen van oude Luxor ook van mij genoten. Want ik mag in het oude Luxor staan. Op 21 april sta ik eindelijk in Rotterdam in oude Luxor met mijn programma Er is geen plan B. En jullie hebben mij misschien al met Kamaretten gezien. Vond je me leuk? Vond je me grappig? Kom dan vooral kijken. Want het is dan tweede paasdag. En wat ga je anders doen? Ga je met je gezin naar een woonboulevard terwijl je kinderen aan het huilen zijn en je alleen maar denkt, ik heb geen meubels nodig? Nee, kom naar mijn show en ik hoop je 21 april te zien in Oude Luxor. Tot dan!